1 Amstelveen is terug van zomervakantie. Vanaf donderdag 14 september is de Stem van de Straat weer terug, waarin Joëllen en Martijn weer al het grote en kleine nieuws samen met u bespreken. Wekelijks praten we u bij en geven ze hun mening. En dat kunt u ook doen via 020 547 8588. Dinsdag 19 september schrijft ook Peter Griffhorst weer aan in de Acht van Amstelveen. Dit wekelijkse voetbalprogramma houdt u op de hoogte van de verrichtingen van de eerste elftallen van de Amstelveense voetbalclubs, zowel binnen als buiten het veld. In 1 Amstelveen aan tafel bespreken we maandelijks een actueel onderwerp dat wat meer diepgang verdient. De meest uiteenlopende onderwerpen komen aan bod. Zorg, cultuur, sport, maatschappij, politiek, onderwijs. Alles wat meer verdieping verdient, wordt aan tafel besproken. Na afwezigheid van 8 maanden keert ook ons politieke programma Beslist weer terug. Presentator Roel Smit ontvangt politici in de studio en trekt erop uit om u in een half uur bij te praten over de politieke gang van zaken in uw gemeente. Nieuw dit seizoen is het historisch programma Plein 60. Presentator Ernst-Jan Wilhelmers duikt in de geschiedenis van Amstelveen. 1 januari is het namelijk precies 60 jaar geleden dat de naam Amstelveen werd geïntroduceerd. Met oude beelden en foto's kijken we terug op de rijke en leuke historie van Amstelveen. In oktober starten we ook met een cultureel agendaprogramma, waarin we een selectie laten zien van het brede aanbod uit onze gemeente. Reportages, interviews op het gebied van muziek, literatuur, tentoonstellingen en voorstellingen worden besproken, zodat u niets hoeft te missen. Naast al deze programma's houdt 1 Amstelveen u natuurlijk ook via haar website dagelijks op de hoogte van alles wat er speelt in onze gemeente. Dus blijf op de hoogte van het nieuws in Amstelveen via ons tv-kanaal en 1amstelveen.nl.